Mi venta. Ik ga vliegen gewoon de pan uit. Mijn loopstraat aan. Mijn eerlijke mening. Het ministerie van Openbare Werken heeft het idee op althans het besluit genomen om betaald vuilophaal in Suriname te introduceren. Vandaag in het programma Mivintag hebben we hierover met een aantal mensen gesproken. Wij voeren u terug naar de reacties van de mensen. Ja, dat is het. Want ik werk de hele dag. Ik heb het niet meer. Dat moet je helemaal. Alle mensen die ik wil, alle mensen die ik wil, alle mensen of is moeilijk voor hem. Nee, I'm taking a fire of a water. Maar nog zo'n kant aan de boezes. Oh nee, want toch is het slordig gedaan toch? Al gauw betalen is er controle. Dat is belangrijk toch? Er moet controle zijn eerst toch? Eerst dat organiseren goed. Dan pas toch? Dan pas uitvoeren. Ja, bij mij gaat het dan controle. Dat is de hoofdbasis. Ik vind het erg. Het is altijd opgewerkt, ze worden toch apart al betaald. Wat doet de regering met het geld? Wat doen die topmannen met het geld? Ze moeten die mannen uitbetalen. Niet wij moeten betalen. In het buitenland betalen die mensen toch niet voor het vuil? Waarom moeten wij betalen? Het land heeft zoveel geld. Waarom moeten wij betalen? Wij moeten niet betalen voor het vuil. Daarvoor zijn die wagens, daarom is het openbare werken. Je moet dat werk doen. Dat vind ik. Zij moeten die mannen betalen. Niet wij. Suriname is uniek toch? We zijn een uniek land. Je gaat voor alles hier moeten betalen totdat je geen geld meer hebt op zak om te betalen. Dus de man bloot doen. Dus ja, ik vind het geen goed idee. Want hier in Suriname hebben die mensen vuil, gaan ze het overal storten. En jij die ergens woont, in een nette buurt, zie de volgende dag troep voor je deur. Dus wij gaan eronder leiden. Dus het is geen goed idee. Ik vind het niet een goed idee. En de reden waarom ik dat zeg, niet dat ieder gaat het kunnen permitteren. Zo, om eerlijk te zijn. Ik denk dat ze eerst met een pilotproject zouden moeten beginnen in bepaalde buurten. Omdat niet ieder het geld heeft om ervoor te betalen. Dus wat gaat men doen? Dan gaat men zitten met het vuil. Thuis ophopen of men gaat misschien beginnen het vuil te branden. Dus ik denk niet dat het nu gaat werken voor Suriname. Dat gaat wel geld kosten. Maar ik denk dat het wel een goed idee is hoor. Want dan wordt het land ook schoner. En dan zitten we ook niet met de ophoping van vuil voor de deur. Ja, ik vind dat ook een goed idee. Ja, degene die kan permitteren, die kunnen wel betaald worden. Dus ervoor betalen. Maar er zijn ook degene die het ook niet kunnen. Het gaat ook wel een beetje zwaar voor hen zijn, toch? Ja, goed idee. Het moest al lang gebeuren. Alleen vraag ik me af als het uitvoerbaar is. Ja, waarom moest het al lang gebeuren? Ja, omdat je dan zeg maar betere service hebt, toch? Als de gemeenschap ook meebetaalt. Nou, een goed idee wel. Ja, iedereen moet meebetalen. Ja, toch, iedereen maakt toch rommel. Dus dan is het wel handig als iedereen meebetaalt. Hoe staat het met de mensen die dat niet kunnen betalen? Ja, daar zou je een regeling voor moeten treffen. Ja, dat zou je kunnen doen door de minder bedeelden iets minder te laten betalen. En dan degenen die het kunnen betalen, die kunnen dan iets meer betalen. Min of een heleboel. Want we hebben een leklibis, maar we gebruiken sanitair voor een de sanitair. En dan veel, goed dat ik maar voor pakken in sanitair trooi. Maar dan hebben dat eigenlijk naar van ministerie, voor contact dat veel ophaal. Dat de boelang adekba, maar nu de man kan gewoon trassani voor pai, dat je hem kan pai veel. Oké, een goede man, op pai, maar arme man, als man zijn poti toch, no man pai. Dat go pota dat hij naar een goede man. En dat is on inigheid ontstaan. Nou, je kan aan de ene kant zeggen dat het goed is, want men betaalt voor de hoeveelheid veel. Maar aan de andere kant zeg je, eigenlijk moet de regering daarvoor zorgen, toch? De overheid moet ervoor zorgen dat het land er schoon en netjes uitziet. Wij zorgen er al voor dat we het in zakken stoppen, netjes op straat. En de regering moet er verder voor zorgen, vind ik hoor.
Dus je kan eigenlijk twee kanten op. Misschien mensen die heel veel vuil hebben, dat die dan kunnen betalen. Maar gewoon huisvuil vind ik niet hoor. Wie vindt dat? Ik ga gewoon de pan uit. Ik wil op straat. Maar eerlijke mening. Shh.